Vandaag gaan we de pakken doen. Dit lijken allemaal judo pakken, maar het zijn het niet. Dit is een aikido pak, dit is een jujutsu pak, BJJ pak. En dit is een judo jujutsu pak. Daar zitten dikke verschillen in. Letterlijk dikke verschillen. De pakken van het aikido pak zijn over het algemeen heel dun. Vergeleken bij het gewone judo pak. Het judo pak heeft een veel zwaardere gripvlak. Het BJJ pak is nog dikker. We gaan bij de volgende filmpjes er dieper op in. Dan een basis judo pak. Let op, judo pakken komen in heel veel verschillende soorten. Een basis judo pak heeft een redelijke basisversteviging. Zoals je ziet hier aan de binnenkant, hier, hè, dit zijn de twee lagen die op elkaar genaaid zijn. In de nek zit een extra versteviging, zoals je kan zien. En natuurlijk de broek. Alleen de broek is een stuk korter van padding dan de BJJ pakken. De judo pakken komen in heel veel verschillende maten, kleuren en vooral sterktes. Een judo wedstrijdpak is vele malen zwaarder nog dan een BJJ pak. Een BJJ pak is gemaakt voor nogal zware acties. Er wordt constant aan het pak getrokken. Alles is dubbel verstevigd, zoals je ook al ziet hier, onder de oksels, in de nek. Overal zit een versteviging. De broek heeft een veel langere padding, omdat je ook veel meer met de grond contact maakt. De rug is ook nog een keertje extra verstevigd. Ja, en het hele pak voelt ook een stuk zwaarder aan dan het aikido of het judo pak. Dan hebben we hier het aikido pak. Aikido pak is een stuk dunner van binnen. Heeft ook wat minder zware afwerkingen. Heeft wel een speciaal kniestuk hier, zodat er dit gemakkelijk aan te trekken is. En altijd een elastieke band met een touwtje. Makkelijk pak. Soms staat er dan ook nog een keer het aikido op. Maar je ziet op de rug ook niet echt een versteviging. Aikido pakken zijn echt niet gemaakt om over de grond te rollen en er hard aan te trekken.